Vandaag in het Andere Oog, open dag bij Moskee Waddinxveen. Kinderen enthousiast over literatuurfestival Boekkids en Six verhuizen naar groter pand. Welkom. Wie allemaal? Hier zitten we. Allemaal. Na een grote verbouwing heeft de Al-Hijra Moskee in Waddinxveen haar deuren geopend voor iedereen die het gebouw van binnen wil zien. Deze moskee bestaat al sinds 1985 en er is een half jaar hard gewerkt om dit gebedshuis een nieuw gezicht te geven. Ruim 50 mensen kwamen de sfeer proeven in de gerenoveerde Al-Hijra Moskee. We hebben hem al steeds gezien zoals die was, hè, vroeger, maar het is nu heel veel mooier geworden. Dus we gaan gauw kijken binnen. En hoe is de moskee tot stand gekomen? Dat is tot stand gekomen door middel van de Marokkaanse gemeenschap in Waddinxveen. En waarom is het opnieuw gebouwd? Om een beetje ruimte te krijgen. Uh-huh. Een beetje ruimte. Hij was klein. Uh-huh. Nu een vrouw beneden, mannen boven. Dus uw rol als wethouder? Op het gemeentehuis moeten er wel allerlei vergunningen aangevraagd worden. En daar hebben we aan meegewerkt, uiteraard. En we hebben ook gezorgd, het is nog niet helemaal klaar, maar dat de omgeving, dat de openbare ruimte er ook een beetje van, of dat hij er fatsoenlijk uit zou gaan zien. Waddinxveen staat bekend als een christelijke gemeente. Veel christenen zijn daarom ook gekomen om te zien hoe het er bij de moslims aan toe gaat. Een beetje overheen, ja. Wat heeft u geleerd vandaag? Nou, zo hoe ze bidden en waarom de vrouwen aan de kant staan. Want dat was ons ook eigenlijk een vraagteken waarom dat was. En dat er eigenlijk niet veel verschil zit in het ene geloof en het andere geloof. Ja. Heeft de islam veel raakvlakken met het christendom? Ja, eigenlijk wel. En wat was voor u de reden om naar de moskee te komen? Dat is gewoon een normale reden. Mm-hmm. Ja, je wil je buren toch weer kennen. De moslims van de Al-Hijra Moskee zijn blij met de nieuwbouw. Ze zijn ook zeer tevreden over de getoonde belangstelling voor hun moskee. We hadden het anders verwacht, maar het is zeer positiever dan dat wij het gedacht hadden. Waarom had u het anders verwacht? Ja, we dachten dat niemand zou komen wegens de negatieve verbeelding over de islamgeloof. Maar wij zijn zeer dankbaar voor de buren, voor de mensen die gekomen zijn. Ik vind het prachtig. Ik heb die mannen maandenlang hier zien werken. En ik vind het jammer dat mijn kleinzoontje er niet bij is. Want die zei elke dag van, oma, wanneer gaan we in de moskee kijken? En nu ligt hij te slapen. Maar ik heb een afspraak gemaakt. Ja, ja. Okay. Maar we hebben één God, dus we zijn als christen en moslim zo verenigd, hè? Ja, toch? Ja. Gouda toonde afgelopen vrijdag dat verschillende religies even goed samengaan onder één dak. Tijdens de eerste interreligieuze avond kwamen in de Goudse Westerkerk protestanten, katholieken en islamieten bijeen om te praten over raakvlakken in religie. Ik zie het sowieso als een taak van de moslim, want de moslims hoort niet alleen in zijn moskee te blijven, van huis naar de moskee. Hij moet echt naar buiten treden, hij moet anderen ontmoeten met elkaar, anderen in gesprek gaan. Dat hoort bij een moslim, dat is ook van een van zijn taken. En even belangrijker dat de moslims hier in Nederland in gesprek blijven met andere gelovigen, met andere mensen met andere visies. Diverse deskundigen bespraken het thema, de dagelijkse betekenis van het boek. Voor ons is het boek en de hadith onze leven. En wij proberen juist eigenlijk volgens en conform de boek te leven. En als alle moslims dat doen, dan zijn we allemaal echt goed. Maar het probleem is niet, alle moslims houden aan die afspraken en houden alles wat in de boek staat. Wij als katholieken zijn niet zo bijbelvast. Protestanten kunnen zo een aantal versen opnoemen. Nou, daar moet je eigenlijk bij katholieken bijna niet bij aankomen. Wij hebben ook dat van Mozes en Jezus en Abraham en van alle profeten zit in de Koran. Allemaal hebben we de opdracht gekregen om te eerbiedigen
de schepping, om te eerbiedigen wat we gekregen hebben, om goed te doen voor zover mogelijk. Dat zijn opdrachten die we gekregen hebben, die staan zowel in de Koran als in de Bijbel. Na een gezamenlijk buffet werd de avond afgesloten met een stuk cabaret. Een zichtbaar succesvolle avond.